Want steeds vaker hoor je het, jonge vrouwen die stoppen met de pil omdat ze helemaal klaar zijn met de hormonen in hun lijf. Uit onderzoek van Kenniscentrum Rutgers vandaag blijkt zelfs dat 14% van de vrouwen alleen nog maar natuurlijke anticonceptie gebruikt. De invloed van sociale media is niet te onderschatten. Ik wil het ergens over hebben vandaag, de pil. Ik voel gewoon aan mijn lichaam dat het er niet in hoort. Ik voel me niet per se top de laatste paar maanden. Daarnaast heb ik echt het idee dat ik echt ben aangekomen. Natuurlijke anticonceptie is anticonceptie waarbij dat je niks anders nodig hebt buiten jezelf en een thermometer. En als je die methode deftig aanneemt en goed toepast, is het zelfs betrouwbaarder dan bij gemiddeld pilgebruik. Ik ben nu ook gewoon hormoonvrij al een jaar, waar ik super blij mee ben. Want mijn stemmingswisselingen zijn helemaal verdwenen. And I've used it for a little over a year and a half and have had no babies, so either this works really well or I'm infertile. Ja, aan tafel seksuoloog Belle Barbé, gynaecoloog Carla van der Weijden en Lise van Wijk, die natuurlijke anticonceptie gebruikt. Voordat ik bij jullie kwam, ik zei net even tegen jou, Frank, van natuurlijke anticonceptie. Ja, wat vind je ervan? Nooit van gehoord. Geen idee wat het is. Nee. Lise, jij mag het meteen gaan vertellen, want jij gebruikt natuurlijke anticonceptie. Ja, dat klopt. Nou, ik zal het juist even haar gaan uitleggen. Anticonceptie is eigenlijk vaak met hormonen, maar natuurlijke anticonceptie is dus eigenlijk zonder hormonen. En dan kijk je naar de temperatuur van je lichaam en dan wordt er een grafiekje gemaakt. En aan de hand daarvan kun je dus zien of je vruchtbaar bent of niet. Oké. Ik ben van acte, ja. Ja, waarvan acte heb je? Ja, precies. Want waarom ben jij overgestapt? Ik heb een hele hoop geprobeerd. Ik ben begonnen met een pil, toen een lichtere pil, hormoonspiraal, koperspiraal. Maar ik merkte gewoon, zoals je hier ook in de video's hoort, ik voel me niet als mezelf, niet als mijn vrolijke zelf. Dus toen wilde ik eigenlijk gewoon eens kijken, wat doet mijn lichaam zonder hormonen? Ja. Mijn moeder kwam daarmee en toen ben ik dat gaan proberen. Ja, ik heb heel veel onderzoeken en toen... En wat is het verschil voor jou? Ik merk dat ik wat helderder ben in mijn eigen hoofd. Vrolijker. Ik was echt chagrijnig. Mm-hmm. Echt goed chagrijnig. En dat heb ik nu gewoon niet meer. En ook mijn... ik ben wel mijn grote borst kwijt. Dat is wel jammer. Maar, maar even, een koperspiraal zit toch geen hormoon? Nee, klopt. Maar dat toch ook beïnvloedde dat jouw stem? Ja, werd ik echt niet beter op. En die voelde ik ook zitten tijdens gemeenschap. Wanneer ben jij begonnen met een anticonceptie? Welke leeftijd? 16. Ja. Net 16. Want je bent natuurlijk sowieso überhaupt nog in ontwikkeling, hormonaal, et cetera. Ja. Dus het is ook een beetje uitvogelen wat waardoor komt. Het is heel veel uitvogelen, ja. Dus ik denk sowieso, elke vrouw moet gewoon heel veel uitvogelen, heel veel proberen. Voor sommige mensen niet, hoor. Die hebben gewoon in één keer iets en dat werkt. Maar voor mij was het een hele zoektocht. Nou ja, je bent er zo vrolijk van geworden dat je er zelf ook als influencer online dingetjes over vertelt. En je hebt nogal wat volgers, hè? Ik heb 137.000 op YouTube en op Instagram. Ja. Overal ben je te zien. Laten we even kijken wat je daar vertelt. Yes. In de video van vandaag wil ik het eens eventjes hebben over het spiraaltje. Raad jij de pil aan? Voor mezelf zou ik het niet meer aanraden. Never ever ever again. Ik heb namelijk best een aparte anticonceptiemethode. Of eigenlijk geen anticonceptiemethode. Ik zal het apparaatje allereerst eventjes synchroniseren met mijn telefoon. Dan gaat alle informatie naar de app. En dan kan ik dus heel duidelijk aflezen waar ik op dit moment zit. Wanneer je ovuleert, stijgt je temperatuur namelijk. En wanneer je ongesteld moet worden, daalt je temperatuur. Ja, Carla, jij bent gynaecoloog in Amsterdam. Merk jij dat vrouwen die bij jou komen, het sowieso ook al mensen die bij een medisch specialist komen, die zeggen, ik las dit op Google en ik zag dit daar, hoe zit dat precies, toch? Maar dat die filmpjes op sociale media meespelen in wat voor anticonceptie vrouwen willen? Ja, wel degelijk. En ook de informatie die wordt gegeven. En dat is soms een probleem. Ja. Want soms worden er hele... dan is de pil eigenlijk de boosdoener en heel slecht voor je gezondheid. En je kunt later geen kinderen meer krijgen. En dat is best wel, vind ik, kwalijke informatie. Ja. Maar de vrouwen... De desinformatie over de pil, dat komt allemaal jouw kant op. Ja. En kijk, als vrouwen natuurlijke anticonceptie willen gebruiken, dan is dat natuurlijk prima als ze maar goed geïnformeerd zijn. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste. En daarom is het ook leuk dat we hier zitten. Want hoe meer er over anticonceptie wordt gepraat, hoe beter. Vinden jullie dat ook, jongens? Ja, ik zeg altijd maar zo. Ja, dus meer over hoe gezellig het wordt. Vooral op bepaalde tijden. Nee, maar dat is... Nee, maar, het is wel leuk dat je het zegt. Want op zich is het natuurlijk, Helene, jouw tijd, mijn tijd... Ja.
Je ging gewoon aan de pil. Dat was eigenlijk een soort van standaard. Dat was een standaard. Ja. En nu is het iets anders. Hoewel nog steeds de meeste vrouwen de pil gebruiken. Daarna het spiraaltje. En een kleine, niet onbelangrijk gedeelte is overgestapt of gaat door met natuurlijke methodes. Ja. Nou, om jouw vraag te beantwoorden, wat ik in de praktijk zie, dat zijn dan vaak wat vrouwen die wat ouder zijn, boven de 25. En die willen vaak contact met hun eigen lichaam. Ja, en die hebben bijwerkingen van de pil, maar die willen voelen hoe het is om een eigen cyclus te hebben. Ja. En wat is een natuurlijke methode? Want jij had het net al over dat je bijvoorbeeld je temperatuur gaat meten. Maar wat zou ik kom bij jou voor die methode. Wat zeg je dan? Er zijn verschillende methodes. Eén is de temperatuurmeting. Hè, dat als wij gebruikten die methode als gynaecologen wanneer vrouwen zwanger wilden worden. Ja. Dus een heel andere insteek, want dan wist je wanneer je vruchtbare dagen waren. Nou, je meet dus de temperatuur iedere dag en bij je eisprong gaat die wat omhoog. En dan kan je zien wanneer je vruchtbare periode is. Dan is er nog een andere methode. Dat zijn de appjes. Die rekenen het gewoon voor jou uit. Dus die maken op basis van je menstruatie, als die regelmatig is, maken ze een rekenmodelletje wanneer je vruchtbare periode is. Je moet de stad in. Let's go. Precies, want dat is ook iets. Want dat weten we bijvoorbeeld niet uit onderzoek van Rutgers, hoe vaak die seks plaatsvindt. Ja. Dat is niet onbelangrijk, lijkt me zo. En het laatste puntje is dat je het aan je lichaam merkt en dan met name aan het slijm wat uit de baarmoeder komt. Vlak voordat je gaat ovuleren, maak je meer slijm, wat heel transparant is en heel veel is. Dat kan je voelen, ook voelen hoe je baarmoedermond verandert. En dat is dan de cervix, dat is dan het Latijns woord voor de baarmoedermond. Ja. Cervix slijmmethode. Nou, je kunt al die methodes ook met elkaar combineren. Mm-hmm. Hoe meer je combineert, hoe veiliger het wordt. Herhaal dit even, Erik. Ja, in een kort gesprek. Ja, ik zou net aan Johan Derksen te denken. Wat zou die hier nou van vinden? Nee, maar toch nog heel even over die meetmethode. Dus dat je zegt, je gaat meten. En als je dan een beetje verhoging hebt, dan zegt het dat je wel of niet... dat is nog wel een klein dingetje. Want als je verkouden bent, of je gaat laat naar bed, of je hebt gefeest, dan kan dat... die temperatuur wel eens een beetje verschillen. Dus dan kan het zo zijn dat jij denkt dat je wel of niet in je vruchtbare periode zit. En dan is het juist En dit is een groep die over het algemeen natuurlijk en veel feest en niet heel regelmatig slaapt en misschien niet altijd gedisciplineerd is om... Kijk, op latere leeftijd zeg je misschien elke dag, ik neem die vitamine C-pil. En als je 21 bent, neem je dat alleen maar voor en vergeet je het weer. Ja. Toch? Dus ben jij een heel gedisciplineerd iemand? Ik heb zwaar ADHD, dus eigenlijk nee. Maar ik heb wel met mezelf afgesproken, het gaat niet om... even zomaar iets. Het is wel een belangrijk onderwerp in mijn leven. Dus ik heb ook nu trouwens ook deze ring. Omdat ik meten altijd heel erg netjes. Alleen toch zit er wat langere tijd tussen me wakker worden en het meten. En deze meet eigenlijk automatisch. Dus het wordt nu allemaal voor me gedaan. En ook als ik bijvoorbeeld alcohol heb gedronken, kan je het ook annuleren. Van ik meet niet. Dat zijn wel allemaal dingen die je inderdaad mee moet nemen. Ja. Want het idee is dan dat je dus andere anticonceptie gebruikt of geen seks hebt. Condooms, precies. Inderdaad ook wat je zegt, dat cervixslijm meten. Dus de ring is nu eigenlijk een verificatie voor mij van... wat ik voel en wat ik denk, dat klopt. Ik weet het zeker. Oké. Okay. Ja. En het is een klein risicootje. Ik weet het zeker, maar tot nu toe. Ja, het gaat nu 3 jaar lang goed.